Ja, goedemiddag. Mijn naam is Maurice van Kessel. Ik ben mede-eigenaar en designer van Kleksi. Kleksi is nog redelijk onbekend bij de meeste aanwezigen waarschijnlijk. Dat is heel begrijpelijk, want we zijn ook echt nieuw in deze markt. We zijn een nieuwe aanbieder van software voor musea en erfgoedbranches. Kleksi is een product van Softcoop. En we zijn een softwarebedrijf gelegen in Roggel, in Limburg. Dus waarschijnlijk dat het ook goed te horen is aan mijn stem, dat kan ik niet verbergen. Softcoop bestaat inmiddels 22 jaar. En we hebben heel veel ervaring in het ontwikkelen van met name cloud software. Inmiddels hebben wij zeker zo'n 200 bedrijven al gebruik gemaakt van onze diensten. Op allerlei gebieden. Wij ontwikkelen websites, webshops, online applicaties. En met name voor bedrijven in Nederland, België en in Duitsland. Kleksi onderscheidt zich met name door de gebruiksvriendelijkheid. Want wij vinden namelijk dat een systeem waar u dagelijks mee werkt, dat intuïtief moet werken. En daarnaast werken ook veel musea en erfgoedinstellingen met vrijwilligers. Helaas komt het vaak voor dat vrijwilligers slechts tijdelijk beschikbaar zijn. Waardoor u als organisatie die mensen telkens opnieuw moet gaan opleiden. En ons streven was dus om een systeem te ontwikkelen wat zo eenvoudig werkt, dat u deze zelf aan uw eigen medewerkers en vrijwilligers kunt uitleggen. Ik wil graag even kort uitleggen hoe wij erbij zijn gekomen om een collectiemanagementsysteem te ontwikkelen. Eind 2020 kregen wij van Museum Thorn, dat was een klant van ons, waar wij al een website voor ontwikkeld hadden en wat drukwerk, de vraag of wij ook een nieuw collectieregistratiesysteem voor hun zouden kunnen ontwikkelen. Ze hadden gehoord van onze diensten op het gebied van het ontwikkelen van software, dus zodoende dat die vraag kwam. En gezien de complexiteit daarvan en de kostprijs voor het ontwikkelen van een dergelijk systeem, zijn we overeengekomen dat we dit in samenwerking met hen ontwikkelen, maar dat het een product gaat worden wat wij daarna in de markt gaan zetten voor andere musea en erfgoedinstellingen. En vandaar dat ik ook graag even het woord wil geven aan Mat Rongen. Mat is conservator van het museum in Thorn en hij gaat u iets vertellen over zijn eerste ervaringen met ons product. Mat Rongen. Ja, goedemiddag. Van mij zullen jullie het woord data en andere afkortingen niet horen vanmiddag, want ik heb er al heel veel gehoord. Museum Thorn is een klein museum, relatief klein, 6.000-7.000 bezoekers per jaar. Het bezit ongeveer 8.000-9.000 objecten. Dus relatief klein, zoals er vele honderden zijn in Nederland, denk ik. En wij moesten op een gegeven moment ook, want we hadden een gedeelte al geregistreerd in een software of in een collectieregistratiesysteem met de bekende A. Dat crashte, dat ging niet goed. Onze ervaring met het systeem was dat het veel tijd kostte om, voor vrijwilligers om zich daarin in te graven. Ze moesten een cursus doen enzovoort. Dus voor ons was op dat moment de tijd daar om te kijken naar iets anders. Ik heb heel even gekeken naar het zijpercollectiesysteem. Dat kwam straks al even langs, een gratis systeem. Maar ja, konden we toch niet mee verder op dat moment. En toen dienden ze zich Softcoop aan. Die hadden voor ons een mooie website gemaakt en zeiden dat ze dat in samenwerking met ons wilden proberen om een collectiebeheersysteem te maken. Oké. Belangrijkste eis is dan wel dat die gebruiksvriendelijk is. Dat was mijn eerste opmerking. En verder moest het systeem nogal wat variabelen hebben. Thorn is een dorp met een hele lange geschiedenis. Van prehistorie, middels Romeinen, Kelten-Romeinen enzovoorts, naar een wereldlijk stift in het jaar 1000 opgericht enzovoorts. De geschiedenis tot aan de komst van de Fransen 1794. Over al die periodes hebben wij behoorlijk wat dingen in de collectie. Dus ook daarmee moest veel mogelijk zijn. Belangrijk vonden we ook om het goed zichtbaar te maken. Laat maar zien, goede foto's. Niet één klein fotootje per object, maar meerdere. eventueel zelfs in 3D, maar dat is nu nog wat te ver gezocht. Belangrijk vond ik ook dat ze een QR-code aanbrachten voor ieder object. Belangrijk om dat ook te gaan gebruiken als identificatie voor de objecten, maar ook om bij tentoonstellingen te kunnen gebruiken of eventueel bij educatie om snel dingen op te zoeken. En nog een must was het inbouwen van een systeem om via geocoördinaten snel dingen een plek te kunnen geven en te kunnen opzoeken op een landkaartje, dingen met elkaar in verband te brengen voor eventueel voor studiedoeleinden. We zijn nu een jaar onderweg samen met Kleksi en ik moet zeggen dat we tot nu toe heel tevreden zijn. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Nou, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Museum Thorn heeft ons daarna in contact gebracht met Huis voor de Kunsten. En daar hebben we een interessant gesprek gehad met Wouter Damme, die hier ook toevallig zit. Wouter Damme is, naast dat hij bij de Huis voor de Kunsten van Limburg werkt, is hij ook erfgoedcoach van Limburg. En hij heeft ons daarna in contact gebracht met Netwerk Digitaal Erfgoed. Bij Netwerk Digitaal Erfgoed, daar hebben ze ons ingelicht over hun doelstellingen, over hun gewenste infrastructuur. En zijn we voor het eerst geïntroduceerd in de wereld van de DERA. De digitale erfgoedreferentie architectuur van PITS, oftewel Persistent Identifiers, daar kom ik later nog op terug, tot het Termennetwerk en LOD, oftewel het Linked Open Data, wat uiteindelijk de core van ons systeem is geworden. Graag laat ik u zien de visie op onze Linked Open Data. Ik zie dat dat een beetje raar op het beeldscherm staat. Snel naar de volgende. Ja, als designer wil je dat niet, hè? Even kijken. Ons streven is natuurlijk om complexiteit van data, om dat juist zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Want ja, kijk, als conservator of als je je bezighoudt met het beheren van collecties, ja, dan wil je eigenlijk helemaal niet bezig zijn met die techniek die daar rondomheen zit. Dat moet gewoon werken. Gebruiksvriendelijkheid staat bij ons heel hoog in het vaandel. Niet alleen nu voor dit systeem, ook in het verleden met alles wat wij doen. Want we hebben heel veel systemen ontwikkeld voor bedrijven en dit systeem is dan bedoeld voor musea en erfgoedinstellingen. Maar als het niet handig is, dan haak je na een tijd af. Dan ga je eraan irriteren en storen en ja, dat is het laatste wat we willen. We willen eigenlijk dat jullie de komende 5 jaar daar met heel veel plezier aan werken. En dat jullie natuurlijk enthousiast blijven over ons product. Het dashboard van Kleksi, ik heb hier even een screenshotje gemaakt, dat is heel overzichtelijk. Zoals jullie zien hebben wij gekozen voor een donkere interface. Dat is met name om je ogen te besparen, zodat als je daar de hele dag op werkt, dat dat even goed rustig blijft. Want anders dan brandt het scherm gewoon in je ogen en dat willen we natuurlijk niet. U ziet hier dat u allerlei invulvelden kunt invullen. En achter elk invulveld kunt u op een knopje klikken. En dat knopje dat zorgt ervoor dat u die ingevulde gegevens die u heeft, dat u die kunt koppelen met Linked Open Data. Hoe werkt dat? Zoals u bijvoorbeeld kunt zien hier achter mij, dat heeft elk objectgegeven de mogelijkheid om een ingevulde term te koppelen aan een externe link naar informatie over die term. En hiervoor hebben we een koppeling gemaakt met het termennetwerk van Netwerk Digitaal Erfgoed. Stel, u wilt een schilderij van Johannes Vermeer documenteren. In het invulveld vult u dan de naam van de vervaardiger in, in dit geval dan Johannes Vermeer. En om deze dan te koppelen aan de omschrijving die het beste past bij deze term, klikt u op de button achter het invulveld. Het systeem opent dan automatisch een nieuw schermpje. En hierin wordt rechtstreeks gezocht in het termennetwerk van Netwerk Digitaal Erfgoed. En vervolgens worden alle terminologiebronnen getoond waar de gezochte term in voorkomt. Die ziet u hier onderaan staan. En elke keer als u dan op een terminologiebron klikt, dan krijgt u dan de gegevens die daar dan gevonden zijn geworden. Door op een term te klikken, krijgt u dan de informatie van die term te zien. inclusief de omschrijving van de term en inclusief de specifieke informatie, de link naar die specifieke informatie. Met die informatie kunt u natuurlijk beter beoordelen van welk resultaat het beste overeenkomen. En daarnaast met die link kunt u die link ook aanklikken en kunt u eventueel kijken van wat staat er allemaal voor informatie, wat is daar allemaal al gedocumenteerd. Klopt dat met wat ik eigenlijk hier heb ingevuld? Heeft u de juiste term gevonden, dan hoeft u daar maar op selecteren te klikken. En dan heeft u eigenlijk de link al gemaakt met de link open data. En vervolgens ziet u ook dat de term gekoppeld is geworden doordat de kleur van die button ook verandert. Met dezezelfde techniek kunt u ook de predicaten koppelen aan linked open data. In dit geval hadden we de vervaardiger zojuist als voorbeeld genomen. Dus het woord vervaardiger kunt u ook met link open data koppelen. In dit geval is dat de maker of auteur van een creatief werk. En op het moment dat u dat eenmalig doet, dan bij elk object wat u gaat documenteren of beheren, wordt automatisch dat meegenomen, dus dat is maar een eenmalig iets. De koppelingen, de predicaten, die worden dan gekoppeld met schema.org of met Dublin Core of Europeana. Dan wil ik graag nog iets laten zien over hoe wij linked open data in de toekomst zien en hoe we dat willen gaan implementeren. Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat u nog makkelijker die termen kunt doen? Dat gaan we doen met machine learning. En daarmee kunnen we zorgen dat u nog sneller en beter van dienst bent met de links naar linked open data. U krijgt snelle resultaten die het beste passen bij het betreffende object. Als we dan even teruggaan naar bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Johannes Vermeer, waarbij we als vervaardiger Johannes Vermeer hebben ingevoerd. En we klikken weer op de omschrijving naast vervaardiger. Dan gaat het systeem automatisch voor u al suggesties geven welke termen het beste passen bij het woord wat u heeft ingevoerd. En het systeem haalt deze informatie uit voorgaande acties van u, maar ook ingevoerde data die bij hetzelfde object al reeds zijn ingevoerd, bijvoorbeeld een jaartal wat tegenkomt, wat wel uit dezelfde periode moet zijn als dat Johannes Vermeer actief was. En zo kan het systeem zelf ontdekken welke woorden waarschijnlijk het beste passen bij hetgeen wat u gaat invoeren. Daardoor kunnen bepaalde uitkomsten juist uitgesloten worden of juist naar voren gehaald worden. En het systeem geeft aan bijvoorbeeld dat de bovenste term die gevonden is geworden 100% overeenkomt. Waar het systeem denkt dus echt dat dit de term is die u bedoelt. En daarna laat u ook percentages zien van welke termen er nog meer zijn en hoe dicht dat die in de buurt komen van hetgeen wat u heeft ingevoerd. Aan het begin van deze presentatie sprak ik over PITS, oftewel persistent identifiers. U heeft er al over gehoord vandaag. PITS zorgen ervoor dat de informatie ten alle tijden beschikbaar blijft. Ja, belangrijk bij het toegankelijk maken en het houden van digitale collecties is het tegengaan van linkrot. Oftewel het niet meer werken van een link, waardoor de betreffende pagina niet meer gevonden kan worden. In dit geval hier heb je hier met een link te maken van museumthorn.nl. Maar Museum Thorn heeft een website nu gekozen om die op .com te zetten. Zodat zij internationaal ook beter vindbaar zijn. En ja, dan zou die link niet meer werken als het al voorheen gemaakt was. Met persistent identifiers, die gebeurt dat weer, maken we gebruik van Handle. Kleksi genereert zelf ook PITS. Maar er is ook een mogelijkheid om dit te koppelen met Handle.net. En die stuurt het dan vervolgens door naar de juiste URL. In dit geval dus .com. En zodoende dat als, stel het museum verandert een keer van naam of de domeinnaam wil men toch weer veranderen, dan kunnen we die links daarboven weer aanpassen aan de nieuwe structuur of de nieuwe domeinnaam. En zo zal de data nooit verloren gaan of foutieve links verwijzingen naar zijn. Even kijken. Tot slot wil ik nog even vertellen dat Kleksi wordt continu voor u doorontwikkeld. En dat doen we het liefst in samenwerking met u. Zo hebben wij bijvoorbeeld met Museum Thorn al diverse zaken al ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om de vindplaats van een object met coördinaten te laten zien op een landkaart. Maar zo hebben we ook nieuwe functies toegevoegd in samenwerking met het Oertijdmuseum, die zich sinds kort hebben aangesloten bij ons. Zoals een autonummering voor het registreren van fossielen en het toevoegen van de extra datasets voor taxonomie en tijdschalen. Met museum, of het Eindhoven Museum voegen we binnenkort een mogelijkheid toe om interne lijsten samen te stellen en te exporteren. Een functie om bulkwijzigingen door te voeren. En als laatste een module voor uitgaande en inkomende bruikleen. En zulke dingen dat we erbij het liefst samen doen met de organisaties, omdat wij zelf daar natuurlijk te weinig kennis over hebben. Wij weten wel hoe we dat technisch waarschijnlijk moeten gaan implementeren nadat we de informatie hebben gekregen. Maar om dat samen met een museum te doen of met een erfgoedinstelling zorgt er ook voor dat ons systeem modules en functies krijgt die ook zeker gebruikt gaan worden. En niet dat we zelf dingen gaan verzinnen die jullie toch daarna niet gaan gebruiken, want dan hebben jullie er niks aan. Dat zorgt alleen maar voor meer confusion, zal ik maar zeggen. Nou, dan zijn we helaas aan het einde van deze presentatie gekomen. Indien u nog vragen heeft, bent hartelijk welkom op onze stand achteraan. En daar staan we voor u klaar. En ik wil u hartelijk danken voor uw aandacht.